Ja, ik zie het aan de berichten die ik krijg. Ja. En je voelt het. Je voelt het gewoon dat het er is. De angst. Die enorme angst dat er toch de groengoeroe Frans Timmermans zou gaan lukken om een regering te vormen. Ja, die angst, vrienden, die neemt toe. Op de een of andere manier sluipt het erin en ik zie dat gewoon en ik voel dat. Ja, want iedereen heeft zoiets van, ja maar, stel je voor, die formatie nu die mislukt. En dan. En dan is er een groep die heel stoer roept, oh, dan krijgen we nieuwe verkiezingen en klaar. En dan is het afgelopen en dan grote PVV en dan gaan we verder. Ja, dat roepen ze. Ja, maar onderhuids is er gewoon dat gevoel, die angst, dat het toch een andere kant op kan gaan. Dat het toch eventueel... Ja, want... Dus, vrienden, het is mogelijk natuurlijk. Stel je voor dat die club van Omtzigt en Dylan, dus zeg maar dat nieuw sociaal contract en die VVD... Dat als het stuk gaat, dat die dan denken bij zichzelf, nou, dan gaan we gewoon met die Partij van de Arbeid en D66 en hebben we genoeg zetels. En dan gaan wij vrolijk regeren. Daar moet je toch niet aan denken, vrienden. Daar moet je toch niet aan denken. Nee, al dat klimaatgekneus krijgen we dan. Oh jee, en je krijgt belastingen, die gaan dwars door het dak. En al dat woke-gelul en... Oh vrienden, je moet... Oh, het zal toch niet waar zijn, maar ja. Die angst, die zit erin. Ja, vrienden. En dat kan gebeuren. Oh, maar zullen ze dan beseffen? Bij die Omtzigt-club. Hé, bij dat... Sociaal contract en bij de VVD, zullen ze dan beseffen wat er dan gaat gebeuren. Dat bijna het einde van hun politieke partijtjes zal zijn. En nog even wat, vrienden, ik ben zo bang en daarom mag het sowieso niet gebeuren. Want Nederland heeft gezegd, we gaan een beetje naar rechts met regeren. Dat heeft Nederland gezegd. En als ze dat niet gaan doen, vrienden, dan wordt het heel onrustig in Nederland. En ja, daar ben ik dan wel bang voor. Beseffen ze dat wel? Bij die clubjes? Oh, ja, dan wordt het heel, heel erg onrustig in Nederland.